ben geboren en getogen in Zolder, waar ook een mijn lag, de mijn van Zolder. En ik was onmiddellijk gepassioneerd door die mijn. Door het naar hier komen van bij thuis lag die grote zwarte berg daar toch altijd in. En die trok mij zodanig aan dat ik daar, ook al mocht het niet, heel graag ging op spelen. En van in het beginjaren, vanaf mijn jeugd, kwam ik hier kijken naar de oeverzwaluwen, de salamanders in de grachten. En ik werd daar zodanig door gepassioneerd. En als we nu zoveel jaren later hier zitten en kijken naar die mijnsteenbergen, die terrils, die Limburg ook een stukje kleur geven, echt kleur geven, je zou kunnen zeggen van stoflong geëvolueerd naar groene long, gaan we iets zien wat zeer mooi is. Een diversiteit van landschappen die je nergens anders ziet. En dan zie je eigenlijk dat Limburg en die diversiteit van Limburg, die zich weerspiegelt in de natuur, die zich ook weerspiegelt in de samenleving, van Polen over Marokkanen, Turken tot Vlamingen, allemaal samen, die ooit allemaal één waren zwart in de grond en ook nog één zijn boven de grond, hier boven op de terre. We vinden het allemaal logisch dat we ijsberen gaan kijken in Alaska en naar het regenwoud trekken om die mooie natuur te zien. Maar dat moet ook hier gebeuren, want we hebben daar een verantwoordelijkheid in. Want waarom zouden wij de ontwikkelingslanden vragen om het regenwoud te beschermen als we onze eigen achtertuin niet kunnen beschermen? En daar willen wij echt wat voor doen. Samen met iedereen, met een hele maatschappij natuurlijk, die daar samen moet voor vechten. En we willen een stapje verder gaan nu. We zijn bezig om ook UNESCO Werelderfgoed te worden in 2018. Inja Schops, passie voor natuur.